Ja, de Sint op zijn paard. Eind 19e eeuws plaatje. Uit Nederland ook al staat het er in het Frans. Ze waren in die tijd in de elite nogal pro-Frans-talig, hè? Dus dat kan. Maar een Piet als een kickforce. Het lijkt wel een kikker. Groen gezicht, het is niet zwart, het is groen. Vreemd strak pakje. Hoe kan dat? Waarom komen ze nou op een kickforce? Nou, dat heeft iets te maken met dat de helper van de Sint ook bij een vorm van kinderschrik hoort. Een vorm van geest om kinderen bang te maken. En waar maakten ze kinderen nou het meest bang voor? Dat was voor de nacht en het water. Je wil niet dat kinderen 's nachts nog ronddolen, want je weet niet wat er kan gebeuren. Je wil ook niet dat ze te dicht bij de waterkant komen, want ze kunnen er dus invallen en verdrinken. Beide keren werd daar een wezen bij gehaald die al dan niet ook vroeger door de volwassenen aan werd geloofd. En wat betreft het water heet dat de waternekker. Aha, waternekker. Ook wel de waternikker. Ja, tegenwoordig denken we bij een nikker aan iets anders, maar de oudste vorm van het woord nikker slaat op een waterduivel of watergeest. Een demonisch wezen wat kindertjes bij de enkeltjes pakt en het water insleurt. Zoals een zwarte Piet een kindje zou in zijn mandje of in zijn zak zou kunnen gooien om mee te nemen naar Spanje. Het kindje wordt meegenomen en ja, misschien verdwijnt deze dan wel in het water. Zo zie je ook maar weer dat een woord van betekenis kan verschuiven. Want ja, wij denken nu absoluut niet meer aan een geest van het water bij het woord nikker. Maar de nikker was wel meestal zwart. Net zo zwart als de duivel. Want ook de duivel was eigenlijk altijd zwart. Laten we er ook nog even een mooi citaat bij doen. Voordat ik dat vergeet. 1822. Toenmaals was er nog eens een bullebak. Dit was een grimmig man met een zwart gezicht, ofwel een masker voor hetzelfde, in een vreemde lelijke kleding, met een zak op de rug en een bloot zwaard in de hand. Zo ging de vreselijke bullebak een paar dagen voor Sint-Nicolaas op de straat rond, tierde, sloeg met het zwaard vonken uit de stenen en maakte een ijselijk geluid. Zelfs verstandige lieden verkleedden zich als de bullebak en liepen wel niet de straat rond, maar daarvoor kwamen zij in de huizen hunner verwanten en bekenden en hielden onontzaglijk grote roede in de hand. Ja, wat is dit? Een bullebak. Een andere naam voor die watergeest. Vooral in Amsterdam werden de kindertjes bang gemaakt met de bullebak. En daar zijn plaatjes van een donkere gehandicapte man die ook wel de bullebak werd genoemd. Dus er worden van die vreemde associaties gelegd tussen donkere mensen en donkere geesten van het water of van de nacht. En wij denken natuurlijk bij een bullebak ook aan iemand die met een barse stem een ander bang maakt. Die een bully, een boeman, maar ook een pestkop inderdaad. De bullebak. Maar. Komt er nou? Ja. Maar. De duivel? Ja. Die kan natuurlijk niet ontbreken. In het rijtje van helpers van de Sint. Die was er al in de middeleeuwen. Maar ook rond 1900, zoals op dit plaatje, vergezelt hij nog steeds de Sint. En dit is een Nederlands plaatje. Hoorns, zwart gemaakt gezicht, want de duivel is zwart. Heb ik daar iets? Ja, ja. Ja, we komen er nog op terug. Nog maar zo eentje. Mooi, hè? Met zijn drietand. En zijn roe. Zie je ook die combi, hè? Zwarte Piet heeft ook een roe, maar de duivel blijkbaar ook. Vol verwachting klopt ons hart. Wie de koe krijgt, wie de gaart. Nou, zo eind 19e eeuw, dus eigenlijk
nog een hele lange tijd. Oh, komt u nou alsjeblieft. Ja, pauze. Nou, die van zo net, die vergeten we even. Maar komen we dus nog allerhande verschillende gestalten van Zwarte Piet tegen. En waarbij je dus moet bedenken dat nog weer iets vroeger die gestalte ook Zwarte Klaas kon heten. En een soort van amalgaam was, een combi tussen Sinterklaas en Zwarte Piet. Dat hij beide varianten in zich had. Maar goed, met het weer tolereren van het katholicisme in Nederland, mocht de Sint ook weer opnieuw op de voorgrond treden. En dat doet hij dus ook zo rond 1850 met een roemrucht plaatje uit het boekje van Jan Schenkman, Sint Nicolaas en zijn knecht uit 1850, waar je meer de Piet ziet zoals wij hem kennen. Het pietenpakje, wel stoer op een paard, dus voor een knecht staat die, vind ik, best wel op een gelijk niveau. Bange kindjes en lieve kindjes, eigenlijk meer zo wij hem nu kennen. Nou wordt er van dit boekje vaak beweerd dat dit het begin was van Zwarte Piet, dat die door deze heer Schenkman zelf zou zijn bedacht. Ja, nee dus. Dat klopt niet. Dat verhaal wordt nogal eens verkocht, maar het is niet waar. Daar heb ik bewijzen voor. Niet alleen hebben we bewijzen voor allerhande zwarte gedaanten voor 1850, maar ook de naam Piet als donkere geest of verschijning die bij Sinterklaas hoort, kom je al vaker voor. Zo heb ik hier uit 1748, dus een eeuw hiervoor, het volgende, dat sommige ouders zo dwaas zijn om hun kinderen, als zij het minste misdaan hebben, hen drijven dat, als ze niet zoet zijn, de zwarte man, Piet met de poten, of iets dergelijks, hen zal komen halen. Piet met de poten. Nou, nog niet exact zwarte Piet, komt behoorlijk in de buurt. 1766 komt hij opnieuw voor, maar nu met de volledige naam Zwarte Piet. In een opsomming van allerhande geestgestalten. Nou, in die tijd was het natuurlijk om daarmee te zeggen van, ah, allemaal bijgeloof, jongens, laten we daarmee stoppen. Maar wat zijn dan die figuren waar hij mee wordt geassocieerd? De dierlijke grollen die hier onder de naam komen van Molik, Bullebak, Boldergeest, Toverteef, Kabouterman, Schaduwschim, Demons, Tuimelaars, Twaalichten, Bietenbouw, Spektakel, Nachtmerrie of Sint Velte, Oom Hendrik, Joen, Zwarte Piet, nou, heb je hem? Of Jongens op de Stelten. Zit er iets met die stelten? Daar is iets aparts mee aan de hand, dat moeten we nog eens opzoeken. Nou, dit zijn voor het grootste gedeelte wezens die dus uit de zagenwereld komen. Nachtgeesten, watergeesten, boemmannen, schrikgestalten die in de 19e eeuw vooral gebruikt werden om kinderen mee bang te maken. En Zwarte Piet zit er gewoon heerlijk tussen. 1766 al. Ja, dus hij is er al een hele poos en dat blijft ook zo. De reden waarom hij wat schattiger is gemaakt, vrolijker, niet zo donker meer, niet met huiden en kettingen rammelen, die kettingen misschien nog wel een beetje, maar toch wat anders, heeft te maken met het opkomst van een burgerlijke civilisatie. Het idee dat je het volk moet beschaven, de ruwe kantjes er wat afhalen en ze waren niet blij met het idee van kinderen bang maken en ze daarmee zo de schrik om het hart jagen dat ze, nou ja, misschien wel er last van kregen. Nou, ook daar heb ik een mooie ik heb hem wel ergens, ja, een mooi stukje. Deze, uit 1802. Men had voor tijden en heeft nog wel hier en daar de kwade gewoonte dat men op de dag die aan een roomse heilige, Sint Nicolaas genaamd, gewijd is, kerels verkleden en zwart maakte. Die moesten dan de heilige verbeelden. Ze hadden rammelende kettingen en aan de huizen gingen ze rond en maakten kinderen bang. De zoete kinderen gooiden ze lekkers toe
en ze sloegen vaak de stoute jongens, welke zij dan ook een roede brachten. Nou, ik had een broeder en die was wat wild. Mijn ouders meenden hem te kunnen temmen wanneer ze op Sint-Nicolaas een zwarte man op hem afzonden. Men maakte hem wijs dat Sint-Nicolaas hem mee zou nemen. Toen hij nu die zwarte kerel zag, werd hij zo bang dat hij over zijn ganse lijf beefde. Hij kreeg zware galkoortsen en stierf eraan. Nou, de boodschap komt wel over, lijkt mij. Wat doe je een kind aan met zo'n enge, donkere figuur die daar schreeuwt en misschien wel slaat? Nou, daar zit ook wel wat in. Ik weet nog dat ik op mijn 13e mijn eerste vampierfilm keek. Ik heb echt liggen shaken in bed. Ik was er nog niet aan toe. Enge gestalte, moet je weten wanneer is de goede tijd. Ben je een gevoelig jongetje? Nou, wacht er nog maar even mee. Ben je een stoere stouten? Nou, laat iemand meegenomen worden in de zak. Die redt zich wel. En een jaartje later heeft hij zelf het masker voor. Of heeft hij zelf een zwarte kop, omdat hij snapt hoe het zit. Hij heeft het trucje door. Hij weet hoe het spel in elkaar steekt. Maar daarvoor heb je een bepaalde mate van volwassenheid nodig. Moet je niet nog in die naïeve, toverachtige wereld zitten waarin fantasie en werkelijkheid nog door elkaar lopen. Ik ben heel lang in die fantasiewereld blijven hangen. Misschien wel met gevolg dat ik nu verhalen vertel. Zou het helemaal kunnen. Maar het had dus ook een nadeel dat ik dus jarenlang nog nauwelijks naar mijn eigen raam durfde te kijken, omdat ik daar zo'n krassende vampier verwachtte. Dus ja, weet wie je bang maakt. En dat zal een grote reden zijn geweest dus voor het burgerlijk, lief, schattig maken van onze Piet. Nou ja, heel lief en schattig is hij nou ook weer niet, maar toch een stuk meer dan daarvoor. Maar ja, waar kwam hij nou vandaan? Eigenlijk heb ik tot nu toe een heel vertoog gehouden over hoe die Piet daarvoor Zwarte Klaas was. Misschien wel een watergeest of een nachtgeest. Sowieso, en die is gewoon 100% een duivel in het gevolg van Sint-Nicolaas. Maar hij heeft wel zo'n raar pakje aan, hè? We hebben dat vorige plaatje en zo we hem nog steeds kennen met dat paarse pakje. Zou het dan zo'n zwarte knecht zijn die destijds nog wel eens naast een nobele persoon hoorde te staan? Of hier? Het is trouwens een heel oude, uit 1500. Ook hier weer een donkere bediende in het gevolg van een Italiaanse nobelman, edelman. Wel heel herkenbaar, hè? Met die pet met veer, strakke dingetje aan, die maillot aan. Nou, het zou natuurlijk zomaar kunnen dat toen ze een beetje gingen zoeken naar een wat minder aanstootgevende, enge Piet / Zwarte Klaas, dat ze op zo'n figuur stuiten, want ja, hij zei ook al van hij komt uit Spanje. En juist in Spanje waren dit soort pakjes best wel bekend. Trouwens, het hoeft niet eens een knecht te zijn, want ook edellieden liepen in zwarte pietachtige kledij rond in die tijd. Strakke majo's, of mouwtjes, hoeden met veren was ook iets voor de adel. En ja, als je een hele rijke edelman bent, dan mag zelfs je knecht er rijk uitzien. Dus het hoeft niet eens een teken te zijn van de ondergeschikte. Sowieso, ook nu nog hoor je veel mensen zeggen van ja, het was een slaaf. Nee, het was geen slaaf. Die knechten waren geen slaaf, ze hadden een ondergeschikte rol. Maar nee, slavernij in Europa komt maar hoogst zelden voor. En als er een slaaf afbeelden, dan is dat in een lendendoekje, niet in een pronkpakje. Maar goed, hoe u het ook wendt of keert, hoe graag we het ook anders zouden willen. Tenminste, ja, ik heb nogal wat nostalgie bij het Sinterklaasfeest. Ik ga er maar weer een mooi citaat tegenaan gooien. En dan kwijt je misschien in onze Then You Get the Message. Wat kan vinden. Ja, daar. Deze is uit 1884, maar ging waarschijnlijk over. Het gaat over de jeugd van Albertine Tijn, een destijds beroemde schrijver. En die zegt:
Nadat de kinderen hadden gezongen, kwam een kinderlievende bisschop binnen, compleet met koor, kap, witte baard en mijter. Terwijl de kinderen dansten, wierp de Sint uit een zak ulefellen, chocolaatjes, suikererwten, kapitelstokjes en amandelen, nou, lekkers dus, in de kring. En vervolgens overhandigde hij, na enige kwalijk geformuleerde zedenlessen, ieder kind een geschenk uit een korf, die werd gedragen door Pieter Beknecht, een kroesharige neger. Ja, dus oftewel, door vanaf zo 1830 aan toe wordt er telkens meer een associatie op de Piet gelegd van het is een donkere man, een Afrikaanse man. En dan liefst nog met een dikke vet karikatuur van grote rode lippen, oorringen, kroeshaar. Ja, deze heeft zelfs een peuk in de bek. Dit is het boekje wat mijn moeder in haar familie kreeg, waar ze heel veel uit voorgelezen zijn. En het is niet mals hoor. Daar zit het kindje wat in de zak mee is gegaan. Het gaat ook echt. Wordt dan in die zak opgehangen in de stoomboot om naar Spanje gebracht te worden. Worden ze te werk gesteld op de landerijen. Er gaat zelfs een verhaal rond dat als ze echt heel slecht waren, dat ze vermalen werden tot pepernoten. Dus ja, het was hardcore. Mee in de zak. Ondanks dat heeft mijn moeder hier een enorme nostalgie bij en vindt ze het een heel leuk boekje. Ondanks dat. Maar goed, niet echt van deze tijd, hè? Het is uit 1915 trouwens, dus waarschijnlijk is het alweer een generatie verder overgedragen, want mijn moeder is van 1943. Goed. Mee in de zak. Dat willen we niet meer. Dat vinden we niet kindvriendelijk. Maar die donkere persoon willen we ook niet meer. Ja. Wat doen we er dan mee? Hoe moeten we dan verder met deze spannende persoon? Want dit willen we zeker niet. Dit is waar ook weer zo'n verhaal wat de ronde gaat, wat niet klopt. Dat Zwarte Piet van de minstrels af zou komen. Maar dat komt doordat wij een beetje ons blind focussen op Engelse en Amerikaanse media, waarin de minstrelsy echt een ding was. Je tot in de jaren 30, 40 je verkleden en zwart maken om een vrolijke, dommige neger te zijn die mensen lekker entertaint met liedjes en verhaaltjes. Deze man is die man natuurlijk, hè? Dat is de beroemde minstrel Billy Van, blijkbaar. Dit is dus waar niet, hier is niet van afkomstig, maar hier wordt het wel telkens meer mee geassocieerd. En je wil daarvan af. Je wil niet dat deze donkere persoon geassocieerd wordt met een Afrikaans iemand. Waarom zou je daar een karikatuur van maken? Dat is helemaal niet nodig. Want het kan heel anders. Dit is Krampus uit Oostenrijk. Hartstikke populair daar. In grote drommen gaan ze daar door de dorpen en steden heen. Ook gaan ze op kinderbezoek. Met diezelfde vraag weer, ben je zoet geweest of ben je stout? Krijg je lekkers of krijg je de roe? Maar ook lekker duivels op pad, want ja, Sint-Nicolaas heeft duivels in zijn gevolg. Of krampoessen, ze worden eigenlijk niet eens duivels genoemd, het zijn krampoessen. Krampus zou wellicht nog ouder zijn en van de perchten afstammen, die er bijna zo uitzien, maar vrouwelijke duivels zijn. Dus dat is eigenlijk wel apart. Hoe dat te verklaren is, weet ik niet precies. Ik ben alleen bang dat onze Krampus toch niet echt zal aanslaan in Nederland. Want daar zit je met datzelfde verhaal van, oké, de roe was te eng, kettingen waren te eng, huiden en hoorns zijn veel te eng. Kunnen we kinderen niet aandoen. In Oostenrijk kan het blijkbaar wel. Ja, natuurlijk hoor. Kijk, nu op 6-jarige leeftijd allemaal enge films aan kijken. Oh, dat! Het zijn dezelfde kindjes die inderdaad een maand daarvoor nog de heftigste Halloween horrorfilms hebben kunnen zien. Dus maar dat verschilt natuurlijk heel erg per huishouden. Ja. Tot nu toe is de consensus wel van we moeten een lieve Piet hebben. Vind ik eigenlijk jammer, want het is zwart-wit, hè? Je hebt de good guy en de bad guy, good cop, bad cop.
Dus er moet ook iets spannends in zijn, anders is de lol helemaal af. Het is geen kerstelf, kom op, dan gaan we veel te veel de commerciële kant op. Dus die kant van lief en zoetig vind ik ook niet geweldig. Dit is misschien wel wat te heftig, het is echt wel een duivelsfiguur. Het is grappig genoeg, waren ansichtkaarten met Krampus heel populair in de jaren 20 en 30. Dit is er eentje, dit is nog een andere. Tja, gezellig met z'n tweeën op het hobbelpaard, hè? Ja, en dit is nog een derde of vierde. Gruus van Krampus. Ze hadden wel humor in die tijd. Nou, de kindjes in de mand. En die zijn wel blij. Bokkenbroodjes. En deze is nog het ergste. Ik vind deze echt te erg. Ja. Dit is zielig. Maar goed, ook dit wordt dus als ansichtkaart verstuurd. En de ketting, kinderen worden hier bang gemaakt. Dat is duidelijk. Oeh, wie is dit? Wacht zo. Dit is degene die Sint begeleidt in Tsjechië. Tjert. Tjert betekent gewoon duivel. Dus de duivel. Meisje is er niet van onder de indruk. Dat is duidelijk. Zij krijgt lekkers, kijkt naar de Sint en die engert, die houdt zich wel in. Dus laat wel duidelijk zien, hè, zowel als je in de tijd naar onderen gaat, naar 18e, 17e eeuwse dingen, dat je dan duivelse figuren met hoorns en maskers krijgt. En dat als je meer in de ruimte gaat naar andere landen, dat je weer bij die gemaskerde, gehoorde types uitkomt. Dat is de oorsprong. Daar vinden we het. Die woestheid die juist in die midwintertijd belangrijk is, want de geordende wereld, daar zit je hierin, dat is voor de gewone tijd. Dan kom je in een periode buiten de tijd, tussen de jaren in, de duisternis heerst, een omkering, een wereld kan dan heersen waarin de onderwereld naar boven kan komen. De duivels kunnen uit de hel omhoog komen, het goede is en het kwade is, het is allemaal over de hoop en er moet ook nog flink bij geraast en gegild en het ligt allemaal, ja, er is meer mogelijkheid, het is een magische tijd, dat dan wel. Ja, we gaan gewoon een rijtje helpers van Sint-Nicolaas, soms komen ze ook zonder Nicolaas langs de deuren, maar vaak met. Door heel Europa en met name de Duitse streken. Knecht Ruprecht. Oud plaatje. Donkere figuur met hoorns. En een mand, want daar moeten de kindjes in natuurlijk. Ach, warme zak. Man, het is wel makkelijk. Dan zie je soms van die plaatjes waarin dan de pootjes of de voetjes van het kindje er nog uitsteken. Geweldig. Nou, hier zie je dat idee van good cop, bad cop nog duidelijker. Ja. Knecht Ruprecht is al heel oud, 17e eeuws. En heb je dus inderdaad die donkere, zwarte verschijning, vaak met een grote, volle baard. En daarnaast die witte verschijning, dan zie je echt dat wit, zwart en dat in balans. Deze kerel heet Hans Trapp. Komt voor in de Elzas. Grensgebied tussen Frankrijk en Duitsland. En Hans Trapp, dat is wel interessant, is een historische figuur, een 15e eeuwse roofridder die het aan de stok had met de kerk. En ja, dat is in die tijd niet zo slim. Hij had een kasteel dat eigenlijk bij een klooster hoorde, maar had het gewoon ingepikt, werd daarvoor geëxcommuniceerd en ging dood. Nou, in de folklore werd dat nog weer wat extra aangedicht. Hij hulde met de duivel en hij doolde nog rond, terwijl hij waarschijnlijk al geest was. Maar hij had het vooral voorzien op de kinderen. En in zijn tijd dat hij nog leefde, denk ik, of was hij toen net dood? Nou, doet er niet toe, veranderde hij zich in een vogelverschrikker. En zo kwamen kinderen naar hem toe en grijp. Vermoordde ze en ging ze opeten. Hij is de kinderfresser. Er is der alterbeuze man die den kinder fressen kan. Zo wordt dat dan in het Duits leuk gezegd. Daar werden de kinderen mee bang gemaakt. Ze vreten je op, Hans Trapp. Maar Hans Trapp wordt dus
uiteindelijk meegenomen door Sint-Nicolaas en tot zijn hulpje gemaakt. Ja, dat kan je dus ook maar gebeuren. Martel wordt hij ook wel genoemd, want soms komt hij ook voor in het gevolg van Sint Maarten, is deze man. Pelsnikkel heeft natuurlijk pelzen, huiden om, woeste kerel, een beetje roet op het gezicht en een flinke roede. Dit is midden Duitsland ongeveer. Dus voor het geval je denkt van, ah, er is maar één smaakje. Nee, we hebben vele smaakjes, Sinten en Hulpers, Helpers. Dit is de Franse helper van Sinterklaas. Ik dacht een beetje het noorden Vogese gebied, als ik het goed heb. En die heet Le Père Fouettard. Vadertje Zweepslag. Gaat dus met roede of met zweep aan de wandel. Is best wel vergelijkbaar, maar met huiden en vaak ook een donker gemaakt gezicht. Soms ook nog wat heftiger. Want dit is ook Le Père Fouettard. Donker gemaakt in een zwarte pij. Zwart en wit. En van Le Père Fouettard wordt dus gezegd dat hij die herbergier was, die die drie scholiertjes in het pekelvat stopte en ze wou opeten. Dit is weer zo'n kinderfresser. Le Père Fouettard, vadertje zweepslag, zie je ook weer in dat je moet slaan om de vruchtbaarheid op de grond of de kinderen of de volwassenen over te brengen. En deze zijn uit Zwitserland. En ze heten, Sint-Nicolaas, Schmutzli. Schmutzli, schmutz is viezigheid. Pek, roet. Hij heeft misschien nog wel het meest van onze zwarte Piet qua zwart. Niet huiden en hoorns, maar gewoon een simpel zwart gewaad met meestal een puntmuts. Hij komt tot op de dag van vandaag bij de kinderen van Zwitserland cadeautjes brengen met zijn roep en zijn zak en zijn zwarte gezicht. En in Zwitserland is volgens mij, voor zover ik het weet, nog steeds geen discussie. Interessant, hè? Want is deze man nou zoveel erg anders? Moeten we eigenlijk bij deze persoon ook niet denken van, oh, nou, dat kan toch eigenlijk niet? Nou, blijkbaar hebben ze daar in Zwitserland minder moeite mee. Het helpt natuurlijk wel als hij er zo bij loopt. Want zo'n grote, zware, donkere baard, ja, dat is, doet niet Afrikaans aan. Ik denk dat het daar echt meer roetachtig inderdaad is gebleven. Nou ja, het is wel een volledig zwart gezicht, hè? Ja, oké, ze hebben een beetje wat stukjes overgeslagen. Roet. En niet als neger, zeg maar. Nee, dat bedoel ik. Ja. En dat is het ding, hè? Ja. Bij ons is er een soort van, ik vind het bijna een soort van, is er die associatie met donkere mensen bijgekomen. Ja. En dat is al in de 19e eeuw zo ontstaan. Waarschijnlijk uit goede bedoelingen van, goh, we willen minder eng maken. Maar ja, met als negatief gevolg dat hoe meer donkere mensen er hier komen, hoe meer mensen ook een reden hebben om te denken van, ja, worden hier lekker even belachelijk gemaakt. En daar geen zin in hebben, met recht. Dus anderzijds vind ik Piet altijd leuker dan Sinterklaas. Ja. En we hebben het over de balans tussen goed en kwaad. Eigenlijk in ons huidige systeem is Zwarte Piet is het goed. Want die heeft de cadeautjes bij zich, die geeft heel veel. En Sinterklaas heeft dat boek en gaat even kijken of jij wel recht hebt op iets. Ja, dus ja dat kan. Daar moet je verantwoordelijkheid. Ja. En Piet, dat is de acrobaat, een beetje de harlekijn, de grappen maken. Ja. Ja, hij is niet per se de slechterik, hij is ook in zeker zo die de laatste jaren wordt verbeeld, de held, degene die, terwijl Nicolaas telkens meer een beetje een dommige oude bejaarde man wordt. Dus daar zit ook weer een verschil in hoe die, en daarom in de jaren 60, 70 was hij nog wel wat meer die dommige met een fout accent, et cetera. Dus daar is een grote verandering in. En de vraag is natuurlijk van waar stopt de verandering? Nou, daar ga ik geen antwoord op geven. Die discussie die woedt nogal om. En ja, het is in ieder geval wel interessant dat het dus niet per se hoeft dat een donker persoon een enorme discussie oproept. Ja, even kijken hoe laat het is hoor. Kwart voor.
Mooi, dan heb ik nog één dingetje waar ik nog wil doen. Een liedje. Even nadenken hoor, hoe ging die ook alweer? De maan schijnt. Ja, die. Oké, okay, daar gaan we. Zie de maan schijnt door de bomen, makker staat toe wild geraas. Heerlijk avondjes gekomen, tafeltje van Sinterklaas. Op verwachting klopt ons hart, wie de roe krijgt, wie de gar. Vol verwachting klopt ons hart, wie de roe krijgt, wie de gar. O, wat pret zal zijn te spelen met die bonte harlekijn. Heerlijk zullen we alles delen, suikergoed en marsepein. Maar o, wee, wat bittere smart, krijgen wij voor koekengart. Maar o, wee, wat bittere smart, krijgen wij voor koekengart. Waarom zing ik dit nou helemaal? Nou, om het even weer in de herinnering te brengen. Omdat ik hem zo intrigerend vind. Juist dit liedje. Wat gebeurt hier allemaal? Eigenlijk best wel rare dingen. Het is van Jacques P. Heijnen uit 1843. Het is het alleroudste Sinterklaasliedje wat nu nog gezongen wordt. Dat is op zich al heel bijzonder. En de meesten zullen denken, het zal wel. Makker, staat toe, wilt graaf, waar heb je het dan? Het begint nog vrij simpel. We zien de maan schijnt door de bomen. Nou, geen punt daarmee. Zet de sfeer even direct aan. Het is avond. Sowieso, Sinterklaas hoort bij de avond. In de nacht. Overdag ja, heeft hij natuurlijk zijn intocht. Maar de echte sfeer, de echte magie komt 's nachts. Want de dag is voor het gewone. De nacht, zeker in de midwintertijd, is voor de magie, is voor het onderbewuste. Makker staakt uw wild geraas. Ja, daar hebben we het plots over hele andere dingen. Want wie razen daar nou zo? Wie zijn die makkers? Zijn het de kindjes? Nee, een kind noem je geen makker. Een makker, dat is meestal jongens, kameraden die onder elkaar makker noemen. Dat zeg je eerder tegen de jongeren. Dus dat zijn waarschijnlijk die jongeren die rondrazen met zwarte gezichten of maskers op. Waar ik in het begin van de lezing ook een aantal keren al op doelde. Die vaak wel ook huisbezoeken doen, maar waar ook een deel van het verhaal op straat zich afspeelt. Met lekker veel lawaai, slepende kettingen, toeters, bellen, klokken, noem maar op. En ik heb daar volgens mij ergens wel een leuke... heb ik daar nog wat van? Nou, dit is dus eentje over hoe dat dan uiteindelijk verdwijnt in 1850. Oh ja, wacht. In 1659 wordt al gesproken van Sinterklaas in combinatie met geraas. Sinterklaas, die rijke man, die is zo goed van geven dat de jongelui hem loven met geraas. Blijkbaar moet je razen, moet je lawaai maken en daarmee Sinterklaas eren. Terwijl, ja, het is een heerlijk avondje, dus ik verwacht hier eigenlijk wat stilte bij. Oké, okay, dat is bij het brengen van de cadeaus. Als ze daar in optocht door de straten gaan, mag er lawaai komen. In een stukje uit 1850 staat, gerust kunt ge nu u buiten wagen. Geen zwarte kap met huiden om het lijf geslagen en hoornen op. Geen ketens rammelen langs de keien als van een beer. Gij hoort geen deur, geen schot rammelen, geen angstkreet meer. Nou ja, razen en tieren hoort al bij de wilde jacht. De wilde jacht komt met veel geraas en gebulder langs, als een donderende, nee, als een wervelstorm. Vaak zien ze dat ook als een herfst- of een najaarsstorm. Wat doet dat? Wat doet lawaai? Nou, waarom steken we vuurwerk af met oud en nieuw? Twee dingen. Je verjaagt het oude en je verwelkomt het nieuwe. De oude rotzooi die je niet meer wil hebben, die verdwijnt. De oude zielen die ronddolen, die hebben hier geen reden meer om te blijven. Ze worden verjaagd en gaan mee met de wilde jacht op naar de andere kant. Door dat ene gat daar in de hemel naar de geestenwereld. Maar je krijgt er ook wat voor terug. Want dat gat
in de hemel, die schoorsteen, daar stroomt dan ook uiteindelijk het geluk, de cadeaus, de snoepjes en pepernootjes ons tegemoet. Het goede, de vruchtbaarheid, komt ervoor terug, maar ook daarvoor moet je razen en rammelen. Met winterhoorn blazen om het uit de grond te halen van mijn paard, met vuurwerk knallen, maar vuurwerk hadden ze in die tijd nog niet. Dus dan moet je het anders doen. Dan gebruik je je stem, horns, klokken. Ga naar Oostenrijk, Zwitserland. Daar hebben de Klausmannen of de Krampussen hebben vaak ook om hun middel allemaal van die, ja, klokken. Van die, en dan hoor je ze de stampen en ondertussen komt dan die klokken in beweging. Een geweldig magisch lawaai. Maar ook daarmee een oproeping van een sfeer van heb ik jou daar, waar je meegenomen wordt in een trance. En dat is waarschijnlijk datgene waarom jaar in jaar uit mensen dat maar blijven doen, daar in, zich in een vermomming steken. Ze komen in een extase, ze komen in een andere staat en dat is zo magisch bijzonder, dat wil je een keertje mee hebben gemaakt. Zeker die jonge mannen. Want het is direct ook een teken van, hey, ik hoor niet meer bij de kindertjes, ik hoor erbij. Ik ben nu een kerel die weet wat het spel is en nu ben ik er zelf een. Dat is cool. En als je dan nog achter een meid aan mag jagen, ben je helemaal tevreden. Dus makker, staakt uw wild geraas. Het heerlijke avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. Nou, het heerlijke avondje is natuurlijk gewoon tot Sinterklaasavondje, 5 december. Eigenlijk is hij pas 6 december, is zijn sterfdag, mag je niet zeggen eigenlijk, hè, want hij leeft voor eeuwig. Maar ja, dat heeft te maken met een oude manier van tellen, waarbij je de avond al telt bij de dag daarna. Heerlijk is ook gelijk een heer. Dus het is dubbel het avondje van Sinterklaas, want een heerlijk avondje, daar zit het al in dat het van die oude heer is, van het her. Dan komen we die her weer tegen van Herla en Harilo van de aanvoerder en Herlekijn van de wilde jacht. Heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de roe krijgt. Nee, dat zeg ik een fout, hè? Doe ik vaak. Wie de roe krijgt, wie de gart. Maar dat is dubbelop. De gart is de roe. Die de koek krijgt. Nou, de koek komt later ook in het verhaal ook weer tevoren met suikergoed en marsepein. Al die lekkernijen laten Sint ook meer in de vorm zien waarin hij de patroonheilige is van de vrijers en de ongetrouwde vrouwen. Met die koek steelt iemand het hart van een leuke jonge vrouw. En met dat suikergoed, met hartjes en zo, idem dito. Het zijn allemaal manieren om te flirten, om met elkaar om te vrijen, noemen ze dat in die tijd. Waarbij ze niet het hardere werk bedienen. Nee. Dus ja, dat is het. En wie de roe krijgt, de koe krijgt, wie de gart, dus weer het verhaal van aan het eind van het jaar maak je de rekensom op. Wat weegt in de schaal het meest, de slecht of de goede daden? Heb je je best gedaan of ben je een beetje een slons geweest? En daaruit komt ook jouw beloning tevoorschijn. En het grappige is dat in het tweede couplet dan, en ik denk niet voor niets, daar de harlekijn, de bonte harlekijn, tevoorschijn komt. Want ja, die hebben we ook nu een paar keer gezien. Sint heeft ook een vrolijke kant. Hij kan ook de harlekijn zijn. Maar ja, de harlekijn is uiteindelijk weer de aanvoerder van de wilde jacht. En dan kom je toch weer bij dat heidense van de Sint uit. Hoe christelijk het verhaal is, het heidense is er niet uit te schoppen tot op de dag van vandaag. Nou, volgens mij is dit mijn laatste plaatje. En mijn laatste praatje. Precies, dus dankjewel.